En welkom terug bij de tweede helft van deze avond, waarin we het wederom gaan hebben over ruimtelijke ordening, maar nu met een focus op energie, de energietransitie en woningen. Daar gaan we het iets meer hoop over hebben dan over natuur en water. En dat doen we op dezelfde manier, dat hoef ik niet verder uit te leggen. We gaan die eerste wetenschapper snel aankondigen. Hij is wetenschappelijk directeur van het TNO-instituut Energietransitie en ook hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. Geef hem een hartelijk welkom, André Faay. Goedenavond. Die tune wil ik horen als ik bij de sportschool er binnen loop. Dat is echt... Goed. Energietransitie. Dat is geen lange termijn meer. Minder dan 30 jaar om de boel helemaal om te bouwen. En het is lastig voorstelbaar om de urgentie nog groter te hebben dan die nu is. Anderhalve week geleden update van de IPCC. Ik denk dat iedereen de journaals heeft gezien, dus ik ga daar niet verder op in. Maar als het over ruimtelijke ordening gaat, er wordt gepraat over dat Nederland voor een groot deel verlaten moet worden over een paar eeuwen. Right. Dus daar is iets aan de hand. En veel meer dan dat. Energieprijzen. We hebben geleerd dat een conflictje aan de oostgrenzen van Europa kan leiden tot letterlijk onbetaalbare energierekeningen. En het stoppen van heel veel bedrijven. De kosten van de energievoorziening doen ertoe. We zijn in Europa voor over de 90% afhankelijk van olie- en gasimport. En we hebben inmiddels gezien dat de vrije markt iets anders functioneert dan we lang hadden gehoopt. Een gevolg is ook dat na 2030 veel van onze zware industrie, waar Nederland heel veel omheen heeft gebouwd, neem de petrochemie bijvoorbeeld, overweegt te vertrekken. Omdat de vestigingscondities elders beter zijn. De stemming zit er lekker in, hè? Dat maakt die energietransitie echt urgent. En dan even naar het goede nieuws. Dat kan ook. En dat kan ruimschoots. De technische mogelijkheden, de potenties van die mogelijkheden en ook de kosten van die transitieoperatie, daar is eigenlijk allemaal goed nieuws te melden. Een organisatie als TNO volgt dat, analyseert dat, bekijkt dat in detail over de volle breedte. En ons scenario's met academische partners en ook voor andere partijen laten zien dat als je alle opties die je ter beschikking staan, dus ook besparing, circulaire economie, biobased, ik was verheugd dat daar uitgebreid over gepraat is. Natuurlijk zon en wind. Mogelijk ook nucleair. Mogelijk CO2-afvang en opslag. Dingen die we iets minder sexy vinden. Als je die allemaal in de race hebt, dan is die klus te doen. En dat kan een energievoorziening opleveren die ons minder geld kost dan vandaag. Daar zit een heel belangrijk businessmodel in. Het kost verschrikkelijk veel geld. Het gaat over triljarden als je dat uitsmeert over die 30 jaar. Maar het is niet duur. Dat is interessant, hè? En dat komt als je al die opties in combinatie inzet en inzet op innovatie. Dus ik ga dat woord ook dik onderstrepen. Dus veel van die technieken kunnen al leveren. We hebben zonnepanelen die in de Sahara al 1 cent per kilowattuur elektriciteitsproductiekosten opleveren. We hebben windmolens op de Noordzee die concurrerend zijn met onze fossiele centrales. Dat is een prachtig resultaat. En dat kunnen we ook bereiken voor onze woningen. Die kunnen kostenneutraal, klimaatneutraal. En dat kan ook voor die nieuwe fabrieken die straks die circulaire plastics moeten maken, dan wel andere belangrijke producten. Overal is dat zichtbaar. Overal is dat mogelijk. Maar het vraagt ook een enorme inspanning qua planning en implementatie. Het vraagt ook een hele grote inspanning op onderzoek, innovatie, opschaling en organisatie. En daar zitten een paar hele grote knelpunten. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Als je het beeld even vasthoudt, een energietransitie die die grote problemen aanpakt, waar een economisch perspectief is en wat ook heel veel synergie op kan leveren met een circulaire economie. Die twee dingen zijn heel erg met elkaar verbonden. Het kan gaan over het oplossen, in ieder geval in hoge mate, van belangrijke milieuproblemen. Het kan een deuk in de pak boter slaan van een stikstofprobleem. Industriële en verkeers- en andere verbrandingsstikstofemissies worden getackeld met die energietransitie. Dat is heel plezierig. De landbouw is al heel veel over gepraat. Ik kom zo wel op Flevoland. Heeft inderdaad een prachtige centrale rol in beter
betere landbouw, duurzamer, maar ook efficiëntere landbouw. En die ook die biobased grondstoffen kan leveren. En die zijn voor nog iets belangrijk. Want die urgentie van het klimaatprobleem maakt het ook noodzakelijk dat we in deze eeuw, en daar moeten we nu al mee beginnen, maar ook door naar het eind van de eeuw, dus na 2050, negatieve emissies realiseren in ons portfolio. De overshoot van ons koolstofbudget wereldwijd is eigenlijk al een feit. En we hebben opties nodig die die CO2-concentratie weer verlagen. Dat kan onder andere met duurzame biomassa en CO2-benutting en vastlegging. En die biobased economy kan er een sleutelrol in spelen. Nou, zoomen we in van dat grote plaatje naar Flevoland. Dan is bijvoorbeeld de gebouwde omgeving een hele belangrijke sector. Daar kan heel veel groei plaatsvinden. Die kan energieleverend worden. Zonne-energie op alle oppervlakken. En er zijn materialen en opties al beschikbaar die in iedere kleur, zeg maar, die zonnepanelen mogelijk maken. Ook heel duurzaam, in folies en dergelijke. Dus die hoeven niet in die weilanden, om maar iets over dat ruimtegebruik te zeggen. Die windturbines doen het heel goed, maar die kunnen ook heel mooi uitgelijnd, bijvoorbeeld langs de dijk Enkhuizen-Lelystad, uitgerust met detectieapparatuur om die vogels te sparen. Ook dat is al mogelijk. En dat doen ze dan voor 4 cent per kilowattuur. Daar kun je ook waterstof mee maken. De ondergrond is een batterij voor de energietransitie. Niet alleen voor waterstof, maar ook voor warmte. Onder die gebouwde omgeving kunnen warmtebellen in de zomer worden gemaakt, die in de winter weer worden leeggetrokken. Dat is een enorme balanceeroptie voor dat fluctuerende energieaanbod en vraag. Kan ook in Flevoland. Er zit ook geothermie onder de grond. Dus boven Lelystad zijn goede condities. En daar zou die glastuinbouw van de toekomst weer van kunnen profiteren. En dan zijn we bij de landbouw aanbeland. Betere landbouw, minder inputs, hoogtechnologisch, dus zeer precies mogelijk met geëlektrificeerde voertuigen, gist gestuurd. Al die dingen kunnen ertoe leiden dat je schoner boert, efficiënter boert en ook ruimte hebt voor biobased grondstoffen en bijvoorbeeld biogas. Dat zou Flevoland allemaal kunnen doen. En dat vliegveld is niet nodig, want die HSL komt er en veel meer openbaar vervoer. Dus dat scheelt ook een slok op de borrel. Wat is er nodig? Goede ruimtelijke planning. En ik ben het heel erg eens met die multifunctionele beelden. Heel veel van die claims op dat Mondriaan plaatje, dat moet een mooie Van Gogh worden. En dat kan ook met een slimme energietransitie. Energieinfrastructuur en opslag, zaak voor planning van de overheid. Zorg dat de beleidsterreinen die synergie ook oogsten. Geen aparte ministers op stikstof en klimaat en energie. Maar doe die dingen tegelijk, daar kun je heel veel geld mee besparen. En zorg dat de implementatie, dus niet het politiek, maar de implementatie, de bestuurskracht, hier echt grote aandacht krijgt. Daar zit een van de grote bottlenecks. En tot slot, innoveren, innoveren, want daar moeten we het van hebben. Dat was mijn pitch. Ja, handen en paai. Dankjewel voor deze uitdagende, beeldende visie. We gaan snel door met onze tweede denker. En hij staat al klaar. Hij schreef namens de vereniging Delta Metropool de verkenning Futurama. Kennen jullie die? Ja. Ja, hoor ik hier. Over de gevolgen van wereldwijde trends voor Flevoland. Een heel brede verkenning. Het ging onder andere over energie, maar ook over hoe we ons aanpassen aan veranderende klimaat en over nog veel meer ruimtelijke vraagstukken. Geef hem een hartelijk welkom, Paul Gerritsen. Dankjewel. Ik zal me nu even beperken tot het deel wat over wonen gaat. Want anders ben ik hier zeker meer dan 5 minuten bezig. En wonen is al een heel interessant vraagstuk. Wereldwijd neemt de bevolking nog altijd flink toe. Zeker tot 2050 wordt verwacht dat die bevolking zal toenemen. En ook in Nederland. Al zijn de marges voor wat betreft die groei in Nederland veel groter. Wat in Nederland ook toeneemt is de vraag naar woningen. En die neemt zelfs nog harder toe dan die bevolking. Dus dat zegt ons ook wat. En ook daarin zijn die onzekerheden heel groot. Want zolang we ons dat kunnen veroorloven, gaan we dus blijkbaar steeds meer ruimte gebruiken en verorberen. Steeds meer wonen we ook in steden. Wereldwijd zal rond 2050 ongeveer 2/3 van de mensen in een stad wonen. Dus die stad, die trek naar de stad, die zie je ook in Nederland terug. Maar dat behoeft wel een beetje nuancering. Want voor die wereldwijde statistieken is Nederland gewoon één stad. Dus
Daar hoeven we geen onderscheid tussen te maken. In die statistieken is Nederland eerder een dun bevolkte stad dan een dicht bevolkt land, wat wij vaak zelf denken. En dat strekt zich overigens ook verder uit dan alleen maar in Nederland. Dus dat gaat over het hele gebied wat tot het Roergebied loopt, wat tot Lille loopt. Het hele Euro-Delta-gebied wat genoemd wordt, daar wonen al ongeveer 40 miljoen mensen. Dat is een enorm aantal. En toch zien we dat niet echt als een stad voor onszelf. En dat heeft heel erg te maken met de structuur waarin we dat hebben opgebouwd. Namelijk allemaal kleine stadjes, steden en dorpen die onderling heel sterk verbonden zijn in één groot netwerk. En dat geldt zeker ook voor Flevoland, dat effect. Je ziet dat heel sterk, die verbindingen vanuit het oosten en zuiden en het westen worden allemaal sterker. Je ziet het ook aan de manier waarop we plannen over de nieuwe woningen in Flevoland. Flevoland is onderdeel van de verstedelijkingsstrategie aan de westkant van de metropoolregio Amsterdam, aan de oostkant van de regio rondom Zwolle. Dus daar zie je het al. Maar dan is wel de vraag, is Flevoland een overloopgebied of is dat echt een volwaardig passtuk in dat hele netwerk? Die grote vraag naar woningen die is heel dominant in de discussie over hoe we wonen. 1 miljoen woningen tot 2030 ongeveer. Dat klinkt heel veel, maar een blik op de geschiedenis leert dat dat eigenlijk heel normaal is. Iedere 10 jaar vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben we ongeveer 1 miljoen woningen gebouwd. Natuurlijk werd het de afgelopen decennia wel minder, want er is natuurlijk minder ruimte. En niet heel onbelangrijk, bijna 10 jaar geleden hebben we ook bijna triomfantelijk besloten dat het ministerie wat over die woningbouw ging, dat dat wel weg kon en dat we dat niet nodig hadden. En we zien daar nu wel een klein beetje de gevolgen van. Die woningbouwvraag heeft overigens sinds die Tweede Wereldoorlog wel een hele andere vorm gekregen. Dus als je nu kijkt naar de wijken die in de jaren 50 gebouwd zijn, dan woont daar nog maar ongeveer 1/4 van de mensen waarvoor ze gebouwd zijn. Dus daar zie je weer terug dat effect dat we eigenlijk per persoon steeds meer ruimtes aan gaan gebruiken. En Flevoland is dan natuurlijk ook nog een heel speciaal geval, want in Flevoland zijn al die steden, dorpen en andere verstedelijking is eigenlijk allemaal in betrekkelijk korte tijd in 1 keer gebouwd. En is daarom ook betrekkelijk uniform. Het zijn dezelfde type woningen die in dezelfde periode gebouwd zijn. En daarom is wat mij betreft ook de belangrijkste vraag voor de 100.000 woningen waarvan nu wordt gezegd dat die in Flevoland moeten worden gebouwd, niet de hoeveelheid, maar vooral de kwaliteit. Wat voor een type woningen gaan we daaraan toevoegen? Want die betrekkelijk uniforme verstedelijking is echt opvallend als je naar de cijfers kijkt. 14% van de inwoners in Flevoland woont in gebieden met een hoge functiemenging. Nou, dat wil zoveel zeggen als dat je in gebieden waar je dus makkelijk op je fietsje oplopend alle dingen die je dagelijks nodig hebt, kan bereiken. In de rest van Nederland is dat 45%. Dus dat is echt een fundamenteel verschil. Of als je bijvoorbeeld kijkt naar de eensgezinswoningen. Bijna 80% van de woningen in Flevoland is eensgezinswoning. Dat is 15% meer dan het gemiddelde van Nederland. Of Almere bijvoorbeeld. Bijna de helft van de woningen is een tussenwoning. In een stad als Utrecht is dat ongeveer de helft daarvan. Dus dat is echt een groot vraagstuk. En dat is ook een urgent vraagstuk, want met die demografische ontwikkeling wordt ook die vraag naar diversiteit van woningen steeds belangrijker. Die woningen zijn allemaal ongeveer in hetzelfde moment gebouwd. Die mensen die er zijn gaan wonen ook. Dus die worden eigenlijk allemaal gelijktijdig een stuk ouder. En het is heel lastig om in de buurt een woning te vinden die kleiner is, maar toch aansluit bij wat je behoefte is als je wat ouder bent. En ook voor de jongeren natuurlijk geldt hetzelfde. Is het heel moeilijk om die kleinere woning te vinden. En dan wordt Flevoland toch al snel vooral de overloop vanuit de omgeving waar mensen een eensgezinswoning vinden vormen. Dus Flevoland is wat mij betreft zeker geen tabula rasa. Dus niet een lege polder die we ons voorstellen waar we al ons probleem van de rest van Nederland wel kwijt kunnen. Niet het overloopgebied. Misschien wel een beetje die puber die toe is aan een groeistuip. En dat wens ik Flevoland ook echt toe. Steden die doorontwikkelen met meer focus op onderwijs, op cultuur en vooral ook op werk. En wat mij betreft is dat dan ook de belangrijkste boodschap. De opgave voor het wonen is vooral datgene wat er al is. In 2050 zal ongeveer van alle woningen die in 2050 zijn, staat 90% er nu al. Dus dat moeten we ons realiseren. Daar zullen we ook in de toekomst
fundamenteel anders mee om moeten gaan. En die miljoenen woningen die we nu al hebben, vragen ook om die aanpak van een andere energiesysteem. En het interessante is nou net dat in die woningen die gebouwd zijn in de jaren 60, 70 en 80, die slag enorm goed te maken is. Dus wat dat betreft is het echt heel interessant om in Flevoland daarop te focussen en daarmee niet alleen maar die woningen te versterken, maar ook die buurten en wijken waar ze staan te verstevigen. Dank u wel. Ja, dankjewel Paul voor jouw visie op woningen in 2050. Ik moet nog wel even mijn best doen om een plaatje voor te zien, maar daar heb ik deze tafelgasten ook voor. Dus laat ik ze snel aan jullie voorstellen. Hier helemaal dicht bij mij moet ik ook weer even spieken, want de tafel is meerdere keren veranderd. Maar Remco hebben we hier zitten. Remco Hafkamp, directeur van Studio LNR. Dat is een familiebedrijf uit Almere dat zich bezighoudt met vernieuwende duurzame woonconcepten in Flevoland. En ik ga straks als eerste bij jou terugkomen, dus kan je alvast voorbereiden. Stefan de Klerk, directeur van Swifter Wind. Een samenwerkingsverband met ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren. En vanaf het begin betrokken geweest bij de Flevolandse energietransitie. Dus ook een welkome gast. Mooi dat je ook naast André zit. Dan ga ik weer naar, je bent weer de enige vrouw. De balans is iets minder dan de vorige avond, maar ik ben heel blij dat je er zit. Saar van der Spek, jij bent onderzoeker bij het lectoraat Urban Innovation bij Hogeschool Windesheim. Maar niet alleen dat, je bent ook eigenaar van het bureau Ontroerende Zaken. Hele mooie naam. Waar je met kunst creatieve ideeën in de fysieke leefomgeving brengt. Ook een hele mooie aanvulling voor deze avond. En dan sla ik jou weer even over, Paul. En dan, last but not least, Jan de Reus, gedeputeerde van de provincie Flevoland. En ik ben ook heel benieuwd wat jij van dit gesprek vindt. Maar ik heb beloofd om eerst naar Remco te gaan. Want we hadden het net over woningen. En als je nu nadenkt over Flevoland in 2050 en je hoort deze pitch over die 100.000 woningen, stel je voor, die zijn er in 2050. En de vraag die jij opriep, Paul, was: hoe zien die woningen er dan uit? Wat zie jij dan voor je? Als eerste denk ik dat het veel houtbouw gaat worden wat erbij gaat komen. Dat we met elkaar allemaal zullen moeten vernieuwen op de processen die we doen. En dan denk ik ook in de energieoplossingen die erbij horen. We hadden het eerder over water. Misschien ook wel wateropslag onder de woningen. In combinatie met een WKO of iets dergelijks. En het mooie is eigenlijk dat je hoort veel visie en veel passie om daar te komen. En mijn vraag zou echt zijn van ja, hoe ga je dat nou verankeren dat blijft komen? Dat er mensen mee gaan denken. Vroeger had de koning een nar naast zijn troon staan die af en toe eens rammelde eraan van joh, zijn we nog wel goed bezig en moeten we die kant wel uit? En eigenlijk met die input van die wetenschap, je zou dat moeten verankeren, zodat je daarmee verder kan. En wat denk je, waar moeten we dat dan verankeren? Bij de provincie of bij het Rijk? Ik denk in alle bestuurlijke niveaus. Ook bij de gemeente? En om ook een beetje los te komen uit de vierjaarscyclus van gaan we het weer zo doen en 4 jaar later gaan we de andere kant uit. Dus we hebben een lange termijn visie nodig? Ja, maar ook iemand die daarover waakt. En wie is dat? Ik denk dat dit soort wetenschap dat prima zou kunnen. Ja, maar er moet toch bestuurlijk verankerd worden, denk ik? Ik denk dat het vooral gaat omdat er af en toe iemand goed rammelt bestuurlijk. Van jongens, doen jullie nog wat? Wetenschappers zijn even de narren hier. Ja, een beetje wel. Ja. Daarmee beledig ik je toch okay. niet. Oké, ik schuif hem toch even omdat we het bestuurlijk verankeren. Misschien wel op provinciaal niveau. Voel jij je daar verantwoordelijk voor, Jan?
Nou, wat jij heel goed zegt is van om de 4 jaar wordt er vaak gewisseld, zowel bij gemeentes als bij provincie. Nou, gaan wij weer onderhandelen en ik hoop niet dat ik over een paar maanden van mijn stoel af ben, want ik wil ook continuïteit op het gebied van wonen. Fingers crossed. Fingers crossed. Maar ik ben het helemaal eens met Paul, zijn referaat. Ik herken hem ook. Wij zijn geen overloopgebied, voor alle duidelijkheid. Zo zijn we wel altijd begonnen, hè, als overloop van de Randstad. Maar wij zijn een volwaardige provincie. En er zijn andere provincies die graag overloopprovincie willen zijn. Groningen en Friesland en dergelijke. Die zeggen, kom maar naar ons. Wij zeggen gewoon, wij bouwen gewoon voor onze eigen inwoners. En we bouwen voor wat Nederland nodig heeft. En dan kom je op die 120.000 huizen. Dat is niet 10% van wat er in 2050 dan staat, maar dat is 40%. Want we bouwen 40% bij ongeveer in Flevoland. Wat er gebouwd moet worden. Wat het mooie van Flevoland is, en dat is zit in de genen, maar dat is ook de opbouw van de steden. Die zijn ontzettend groen. Almere heeft ontzettend veel groene lobben. Lelystad, hoofdstad van de natuur. En zo zijn alle gemeentes, dat geldt voor Dronten, dat geldt voor Zeewolde, Noordoostpolder, zijn heel groen opgezet. En we hebben voor de pauze hebben gehoord dat we vooral veel moeten bouwen in de natuur. Piet van Dijk zat op deze stoel. Ja. Dus wij hebben toen eigenlijk al, over 30 jaar vooruitkijken, 50 jaar vooruitkijken, hebben we al gedacht, we gaan veel groen bouwen, want mensen willen in groen wonen. Maar ik hoor net wel, Paul, kritisch zeggen, we moeten wel wat veranderen aan de bestaande woningen, want die zijn bijvoorbeeld nog niet klimaatadaptief genoeg. Klopt, dat betekent dat je niet alleen maar nieuwbouw moet plegen, maar dat je ook transformatie van het huidige woningbezit moet doen. Nou, wij zijn als Flevoland trots, samen met de gemeente, dat wij voorloper zijn op allerlei gebieden, biobased bouwen. We zijn op de Floriade-terrein begonnen met dat soort initiatieven. We hebben een initiatief lopen en dat moet langzaam maar zeker vorm krijgen van, en dat heet heel mooi, van land naar pand. En dat betekent gewoon concreet dat wij de grondstoffen van het land, en dat kan stro zijn, maar dat kan ook vlas zijn en andere materialen, dat we die willen gaan gebruiken in pilotvorm om huizen te gaan bouwen. En dat beantwoordt ook weer aan de vraag van de wetenschappers, om het maar zo te zeggen, doe het op een andere manier. Ja, dus we zien houten woningen, natuurinclusieve woning, maar nu hadden we het over die verantwoordelijkheid. Ja, die is dus best lastig. Leg je bij de provincie, dan kom ik iedere keer met het vingertje op naar de gemeente van hallo, u zult dit. En zo zitten we niet in elkaar in Flevoland. Dat moeten we samen doen. Ja. Dan zorg je ook voor continuïteit, want de verkiezingen lopen altijd dakpansgewijs over elkaar heen. En je kan sommige dingen wel degelijk regelen met het land. Want we hebben een woondeal gesloten met de minister van VRO. Dat ging alleen maar over kwantiteit. Hè? Hoeveel woningen je gaat bouwen en wat in welke doelgroepen. Maar wat je ook kan gaan doen, en dat zou je landelijk kunnen verankeren. Ik hou niet van veel regelgeving, maar sommige dingen moet je wel regelen van, hoe ga je nou verankeren dat wat je afspreekt, dat het over 10 jaar en 20 jaar ook nog wordt vastgehouden. Ja. Daar zou je wel iets mee kunnen doen. Ja. Ik ben tegen al die kleine regeltjes, maar soms heb je een paar grote regels nodig om de rest te kunnen loslaten. Precies, dus de lange termijnvisie moet ook landelijk verankerd zijn. Ik ben wel even benieuwd, Saar, jij bent onderzoeker Urban Innovation. Hoe zorg je nou dat die woningen in 2050 voldoen aan de eisen die er dan zijn op het gebied van klimaat en energie? Mm-hmm. Nou, ik ben zelf niet een expert op het gebied van klimaat en energie. Wel op het gebied van hoe mensen omgaan met hun eigen toekomst. En, jij zegt, betrekt mensen daarbij. Ja, ik denk dat als je het hebt over innovatie, binnen het lectoraat hebben we het ook over sociale innovaties. Een heel belangrijk onderdeel. En ik ben eigenlijk vanuit mijn eigen bedrijf vooral toekomstverkenner. En wat ik heel belangrijk vind, is om juist ook de stemmen mee te nemen van de mensen die nu, maar ook later, aan tafel zitten. En dus niet alleen maar ze te horen, maar ook echt te blijven betrekken. En dat betekent dat je mensen betrekt bij het maken van je toekomstvisie, in plaats van dat even een keertje op te halen en dan er zelf weer mee verder te gaan. Dus echt op een andere manier met de samenleving te gaan werken. En dingen zoals bijvoorbeeld het gedachtegoed over burgerberaden, waar Eva Rovers een mooi boek over heeft geschreven. Oh ja. Dat geeft daar alvast input voor. Vraag is of dat de juiste manier is. Ja. Maar het is mooi om te zien dat er ook op een andere manier nagedacht wordt. En is daar nou al een pilot van, waar je een voorbeeld van kan noemen van, ja, zo gaat dat goed al in Flevoland, of is dat er eigenlijk nog niet?
Nou, dat weet ik nog niet zo goed. Ik werk al 2 maanden bij het lectoraat. Dus ja, ik overvraag ik weet je. Al bijna alles, ja. Maar nog net niet helemaal. Nee. Daar kom ik op terug. Dat is goed. Ja, nee, dan zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig naar of dat al gebeurt. Ja. Die nieuwe manier van bewoners betrekken. Oké, dus het is belangrijk om natuurinclusief te bouwen. Die langer termijn te hebben. Burgers daar op een goede manier bij te betrekken. Nu hebben we het nog niet zo heel veel over die energie gehad. Want hoe zie jij voor je, Stefan, hoe die energievoorziening en die circulaire energie eruit ziet in 2050? Ik ben het eigenlijk heel erg eens met André. Hè. Hier zie je dat theorie samenkomt met praktijk. Want we kunnen het gewoon. En het is op te rapen, het is te oogsten op allerlei manieren. En wat André ook al aangaf, hè, het gaat er niet om welke techniek het wordt. Hè. Het gaat erom dat we al die technieken, al die innovatie, al die natuurlijke bronnen zullen moeten aanboren om zeg maar in onze behoeftes die we hebben met elkaar te kunnen blijven voorzien. Wat daar denk ik heel belangrijk in is, en dat geeft Saar net ook aan, is dat je dat samen doet. En ik ben dus eigenlijk niet zo van, hè, natuurlijk moet je iets bestuurlijk wellicht verankeren, maar je moet de kracht bij de mensen leggen. Hè. Ja. Maak het eens beeldend, want ik vind nog... Dat de energietransitie van ons allemaal is. Als wij het ons niet lukt omdat iedereen voelt dat die energietransitie van hem of haar is, ja, dan krijgen we niet zo ver. Nee. He, dus maar als jij nu in die glazen bol kijkt, hè, naar 2050 kijkt, zie jij dan 3 keer zoveel windmolens? Of wat zie jij dan? Ik zie niet direct 3 keer zoveel windmolens. Ik zie er eerder minder, met misschien veel meer power. Maar ik zie wel dat de mensen betrokken zijn bij die energietransitie, op die verschillende facetten. Nu zien we te veel dat onder andere politiek ervoor zorgt dat die energie alleen maar kan uitgenut worden door grote multinationals. Waarom? Omdat daar allerlei haken en ogen aan gemaakt worden, waardoor de financiële wereld zegt, ja, wij gaan u niet financieren. Hè? Maar we tonen het aan in onder andere Flevoland, dat grote initiatieven, en dat betekent ook naar de toekomst toe. Dus dan kijk ik ook naar het water, dat we gezamenlijk eigenaar zijn. En dan heb ik het niet altijd over financieel. Coöperatie? Een coöperatie van burgers. Hè? Dat de burger is de nar eigenlijk. Hè? Ah, okay. Die rammelt aan de deur. We halen hem van jouw schouder af. Ja, ja, ja. Coöperatie van burgers. Ik vind het een heel vernieuwend idee. Maar dan vraag je ook nogal wat van burgers. Misschien hadden we die discussie dan gisteren. Was je er gisteren? Nee, ik was er gisteren niet. Toen hadden we het over democratie en toen hadden we het ook over burgerinitiatieven. Dus dat er meer burgerinitiatieven moeten komen om te innoveren in Flevoland. Misschien geldt dat ook voor die energietransitie? Wel ja, hè, het is net gestart, maar ik zou zeggen, ik roep ons allemaal op om eens te kijken naar onze Noordzeestroom. Hè, we kunnen windmolens bouwen op de Noordzee. Er wordt door de minister gezegd, er moet 70 gigawatt moet erbij. Dat is een immense hoeveelheid. Hè. Dat doen we niet zomaar eventjes. En daar is ruimte, hè, om dat met elkaar te doen. En als je dus implementeert in bijvoorbeeld tendervoorwaarden, dat je daar met elkaar dat doet op verschillende manieren. Hè. En we roepen iedereen op om ook zijn ideeën aan te brengen, hoe die daar aan kan deelnemen. Want als we niet samen voor deze planeet staan, hè, zo zie ik het eigenlijk. Dan lukt het niet. Dan lukt het niet. Nee. André, ben je het mee eens? En dan ga ik naar jou. Zie jij ook uit onderzoek dat dat werkt? Dat burgers betrekken de energietransitie versnelt? Mm-hmm. Ja, het is een van de dingen. Ik heb wel de neiging om een soort breinaald door de reacties te stoppen en dan te denken van er zijn allemaal hele goede dingen gezegd. Lange termijn aanpak, stabiliteit daarin is heel belangrijk. Je hebt een groot verschil tussen politiek, met zijn grilligheid, daar is een opmerking over gezegd, en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dus ik ben ook heel blij met de opmerkingen die door u zijn gemaakt. Van deze transities vragen hele gestage implementatie. Neem bijvoorbeeld de woningbouw. Landelijk moeten we 300.000 woningen per jaar te pakken hebben om van het gas af te halen. We zitten nog niet op een tiende daarvan. Terwijl die doelstelling al jaren geleden is geformuleerd. En je ziet het fout gaan op het moment dat er allerlei pilots en weer wielen uitgevonden worden en nog meer overhead en nog 3 jaar praten. En dan verlies je dus ook het draagvlak mee. En ik ben het dus helemaal met je eens dat
die burger in staat stellen om dat te doen. Het is zonder meer mogelijk vandaag om je woning klimaatneutraal te maken. Die woningen van de jaren 60, 70, 80 zijn de pakketten nu al voor beschikbaar. Als je dat met forse volumes doet, een goede financieringsregeling, een optopping van je hypotheek of het verrekenen met de huur en noem maar op, om dat budgetneutraal te doen. Daar moet de burger in gefaciliteerd worden, maar dan wil die burger dat zelf ook. Want het resultaat is, als mensen in een verduurzaamde woning wonen, zijn ze hartstikke blij. Die woning is beter, die is geluiddichter, die heeft geen energierekening. Men is daar gewoon heel erg blij mee. Het is die implementatie. Ja, maar je moet het proces wel op gang brengen dan. Ja, maar dat proces, dat is precies waar het vergrootglas op moet. Want er wordt gezegd, van kunnen die wetenschappers niet de hof nou zijn? Nou, daar zijn we vanaf. Maar als wetenschapper word ik heel erg moe van dat geluid. Want ik zie als wetenschapper, doorborend van de techniek en de natuurwetenschap, nou, wat is het nodig om dit te implementeren? Alle stappen zie ik het helemaal mislopen in het juridische, bestuurlijke gehaktak. En daar is keihard onderzoek en debat over nodig waar dat fout gaat. Windmolens op de Noordzee. In Denemarken, een koploper, hebben ze een vergunning voor een windpark rond in 1 jaar. In het Verenigd Koninkrijk, die de grootste is in Europa qua wind op zee, doen ze het in 1,5 jaar. Hoe lang denk je dat Nederland doet over een vergunningverlening voor een windpark? 7 jaar. Ja, zoiets. Right? Dat is onze nationale overheid en ons juridisch systeem die daarin vastzit. Dat doen we met die woningbouw ook, dat doen we met die industrie ook. En dat hebben we nu met het elektriciteitsnetwerk, zijn we in een nachtmerrie beland. Zo. Hier zit de knoop. Dus nou, er moet onderzoek en innovatie op bestuurlijk terrein. Aha. De juristen en de bestuurders zijn aan zet. Daar zit de bottleneck. Kijk. Jan, ik hoor je de hele tijd ja en knikken en nee. Ik dacht, je bent het helemaal eens met André. Nee, ik ben het voor een deel met hem eens. Ik vond jouw essay ook heel inspirerend om te lezen. Ik was het met 2 dingen gewoon niet eens. 1, zet de randmeren maar vol met windmolens, inclusief het Markermeer. Dan denk ik, nou, dat is oude technologie, dan zijn we weer met hetzelfde bezig. Meer windmolens, meer windmolens, meer windmolens. Volgens mij gaan we in... We spreken over 30 jaar, hè? We zijn niet over nu. Over 30 jaar heeft elke provincie minimaal 1 kleine kernfusiecentrale. Minimaal. Hey. Waarom? We gaan naar diversificering. We willen onafhankelijk zijn van de energie. En als we alleen maar meer windmolens gaan plaatsen en woningen 0 op de meter doen, dan komen we niet. Dat gaan we niet redden in 30 jaar. Dat weten we gewoon. En er zijn zoveel nieuwe technieken. Dus wat we moeten doen als overheid is innovatie steunen. Want wat mij opvalt, ik was er gisteravond niet bij, maar ik hoorde vanavond de discussie aan. En toen dacht ik, iedereen praat over 30 jaar met de technieken en de middelen en het denken van nu. Van nu, ja. En ik heb niemand horen dromen. Oh, ik was... Ja, 1 iemand. Ja. Had het ook over innovatie, dus ik was helemaal blij. Dus die zijn er dus ook. Daar gaat het om. Okay. En we zaten in een groepje te praten met z'n vieren. En toen zei ik, voor gekscherend van... want we hadden het over consuminderen of anders consumeren. Ja. Zeg ik, hoezo moet dat? We kunnen misschien wel meer consumeren. Waarom? Omdat de Sahara over 30 jaar de voedselproducent van de wereld is. Dat kan niet, want het is zand. Dat weten we helemaal niet. We zitten alweer in de ja-maar-houding. Het is zand, we kunnen geen voedsel produceren. Okay. Misschien kan het wel. Ja. Als je droomt, kan je een aantal dingen bereiken. Terug naar jouw vraag. Overheid, ja, daar moeten we wat aan doen. En ik vind het ook verschrikkelijk. 7 jaar over een vergunningverlening voor een windmolenpark is veel te lang. 7 jaar over andere dingen is veel te lang. En 1 ding ben ik het niet met je eens. Windmolens op de Noordzee, of zei jij, heel veel... Iedereen die loopt voorbij aan de biodiversiteit in de Noordzee zelf. Er zijn grote gevolgen voor de biodiversiteit. We horen allerlei dingen waarvan we niet weten waardoor het komt. Walvissen die stranden op onze stranden omdat ze uit het lood raken, om het maar zo te zeggen. Hun systeem werkt niet meer. Waar komt dat door? Hadden we vroeger nooit. Komt dat nou door de kerncentrale in Borselen of komt dat door de windmolens op de Noordzee? Ik weet het niet. Dus we moeten wel goed... iets anders, hè? Ja, kan ook, maar we moeten wel goed onderzoek doen. Ja. En dat kost ook tijd. Kost maar innoveren, tijd. innoveren. Ja. Paul, wat vind jij hiervan? Ligt het stokje inderdaad bij het innoveren en het van het juridische gehakketak afkomen? Nee, goed, ik ben erg voor het innoveren natuurlijk. Maar misschien ook wel een beetje voor het sociaal innoveren. Hè. Dus het betrekken van grote delen van de bevolking vorige week of afgelopen... wanneer was het? Een paar dagen geleden is het nog gezegd met de reflectie op waar we nu staan met het klimaatakkoord.
Dat we moeten echt een ander beeld hebben van wat we als maatschappij vooruit kunnen brengen. En wat mij betreft is dat ook een van de belangrijkste manieren om dat te doen. Hè. Als je nou nadenkt over die stad van de toekomst, hoe je daar je energievoorziening gaat doen bij die bestaande bebouwing, en je gaat iets veranderen aan die stad, dat is natuurlijk altijd vervelend. Maar als je dat doet op een manier waarop voor die hele wijk opeens de energierekening omlaag kan gaan, dan heb je opeens een heel ander verhaal. En dan gaan mensen echt op een heel andere manier meedoen. Dus daar ben ik van overtuigd. Voorkom dat we opnieuw een heel centraal systeem gaan opbouwen voor wat betreft onze energievoorziening. En heel veel van die dingen die kunnen we heel goed op een heel ander, lager schaalniveau oplossen. Veel slimmer ook oplossen. En dan zet je ook de mensen zelf aan het stuur. En dat is denk ik echt heel erg belangrijk. Want nu wordt het toch allemaal afgedaan als van ja, daar zorgt wel iemand in Den Haag voor. Dat is dus niet zo. Nee. Hè? Laten we dat nu eventjes vaststellen. Ja. Daar wil ik nog wat aan toevoegen, want het is denk ik ook in die gebouwde omgeving zo dat mensen moeten gaan voelen. En net zo goed als dat je voelt, ik gooi wat zonnepanelen op mijn dak en ik zie mijn energierekening heel hard naar beneden lopen. Dat is mooi. Dat makes sense, hè, om zonnepanelen op je dak te zetten. En in die zin, in die gebouwde omgeving, al die mensen die tegenwoordig met een Tesla rijden, die hebben ook een soort van hele grote batterij bij zich. Op het moment dat dat ingezet kan worden, ten behoeve ook van je huis of van je buren, en in wat voor vorm dan ook, dat soort slimme oplossingen gaan uiteindelijk en voor het wonen en voor de energie een hele hoop betekenen. Maar daar moet je dan wel enorm veel geld voor hebben als je een Tesla wil hebben en zonnepanelen. Nou ja, iedere andere elektrische auto heeft ook een grote batterij. Ik gebruik het woord Tesla, maar... En als jouw Tesla een belangrijke bijdrage vormt aan de energievoorziening van de hele straat, dan heb je daar ook een andere relatie met je buren over. Hè? Dus dan is het niet je verdient er gewoon geld mee. Ik snap dat jullie dit als wenkend perspectief zien, maar hoe komt iedereen aan een Tesla dan? Uiteindelijk vanaf 2035. Je deelt het. Je hoeft het niet zelf te hebben. Je kunt het gewoon delen met elkaar. Oh, je kunt het gewoon delen. Ja, vanaf 2035 worden er sowieso alleen nog maar elektrische auto's gemaakt. Of auto's die niks uitstoten, laat ik het zo zeggen. We moeten deze discussie over onze gedeelde visie even afronden. We hebben het gehad dan over dat er echt een lange termijn beleid moet komen. Dat is wel iets voor een landelijke /provinciale overheid, zeg ik dan. We moeten meer natuurinclusief gaan bouwen. We moeten af van het juridische gehakketak. En vooral sociaal innoveren. Daar hoorde ik jullie eigenlijk allemaal over. Meer burgers betrekken. De coöperatie van burgers, wat voor vorm dat dan ook heeft. De burgers zijn de nar, als het ware. Die moeten voor die versnelling gaan zorgen. Maar, nou, aan jullie zaal de vraag, hoe dan? Hoe moeten we meer durven en doen? Ik heb heel graag jullie ideeën daarover. En die gaan we weer verder aan tafel bespreken. Want we gaan in een soort actiestand. 3, 2, en gooi maar! Woe! Ja! Oh, nog een keer, nog een keer! Ja, hebben ze? Ja! Zie, die gaat best goed, hè? Zeg, Piet, schiet eens op. Woe! Oh! Ja, dit is de hoogste score, hè? De bullseye. Ik ben beter bij de jeugd dan Janne. Nou, ik heb gisteren geen vliegtuigjes gevangen, dus dat is heel knap. Nou, we gaan ze allemaal netjes uitvouwen. Deze duurt het langst, maar dan heb je ook wat. Hele opstellen heb ik gekregen zelfs. Kijk hoeveel mensen op hebben geschreven. Ja, ja. Nou... Maar ik lees ze voor, of lees jij ze voor? We hebben hier een centrale regie. Ja, we hebben centrale regie hier. Ik ga beginnen. Bestaande technologie goed inzetten. Dat moeten we gaan durven doen. Wat moeten we nog meer gaan durven doen? Niet je hoop alleen vestigen op nog niet bestaande technologie. Oh, oké. Ik heb hier een heel opstel. Financieel aantrekkelijk maken voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en hopen om huizen te bouwen en te hopen van biobased materialen of zonnepanelen op huis.
Een heel opstel. Te moeilijk. Het is even te moeilijk, ja. Kan jij dit antwoord geven? Maak het budget neutraal mogelijk voor de burger, onder andere door belastingen. Oeh. Crowdfunding. Kijk. We hadden het, mijn oproep was ook inderdaad, hoe gaan we burgers betrekken bij die energietransitie en die woningbouwopgave. Dus dit vind ik een interessante. Wie heeft dat opgeschreven? Jullie weer. Kijk, zit ik weer in dezelfde hoek. Wie van jullie zou dit willen toelichten voor ons, voor de microfoon? En misschien wil je ook even gaan staan, want dan ben je ook nog eens goed in beeld voor iedereen. Ik ben Michiel Heuser, ik werk bij het Waterschap. Specifiek de crowdfunding, dat sprak mij wel aan. Dat je eigenlijk, wat je nu ook ziet, dat een particulier een bepaald idee heeft. En het kan een beetje out of the box zijn, maar dat hij daar medestanders voor krijgt in het gebied. En daarmee draagvlak voor het uitrollen van misschien een pilot of een bepaalde maatregel waarbij je collectief daar belang mee hebt. En dan denk je crowdfunding op het gebied van energietransitie, waarvoor precies? Of had je dat niet per se in gedachten? Nou, meestal had ik een dag inderdaad in een woonwijk waar je bijvoorbeeld een energiebesparingsmaatregel of een andere vorm van energiegebruik kunt ontwikkelen. Het is niet alleen financiële crowdfunding, maar ook mentale crowdfunding. Dus dat je dat draagvlak krijgt binnen een woonwijk. En vaak leert de ervaring als één schaap over de dam is, dat het zich wel uitrolt en dat meer mensen daarin geïnteresseerd zijn. Ja, heel mooi concept. Mentale crowdfunding. We gaan het hier aan tafel bespreken. Dank je wel. Ik geef hem eventjes aan Saar, want ik vind het wel bij jou passen. Die mentale crowdfunding, heb je daar eerder van gehoord? En kun je er wat mee, denk je? Nee, mentale, ja, ik kan er wel wat mee. Ik heb er nog niet eerder van gehoord. Ik kan me er van alles bij voorstellen. Ik denk dat mentale crowdfunding wel vaak ook gestuurd wordt door mogelijkheden die worden geboden om iets op gang te brengen. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk heel veel burgerinitiatieven, maar zeker als er ook mogelijkheden zijn om ideeën uiteindelijk echt te gaan uitvoeren, dan komt dat in een versnelling. En dan, dus het is ook belangrijk om als overheid, denk ik, mogelijkheden te bieden. En een voorbeeld wat nog niet van de grond is gekomen als zodanig, maar misschien weten andere mensen daar nog meer van dan ik. Want ik zei al, ik loop nog niet zo heel lang in Almere als onderzoeker rond. Uh-huh. Maar is bijvoorbeeld, er is rondom het project We Care op een gegeven moment een project Binnenhaven ontstaan. Ik zie al ja knikken. Fijn, dan kunt u misschien nog meer invullen dan ik. Maar dat is een initiatief van een aantal bewoners die samen een concept hebben ontwikkeld op het gebied van wonen, zorg, maar ook dus voor ouderen en jongeren bij elkaar. En ook jongeren met een rugzakje, zo gezegd. En dat moet nog ontwikkeld worden. Maar dat is echt een heel mooi sociaal en duurzaam initiatief. Wat echt vanuit bewoners komt op basis van een prijsvraag en nu verder gebracht moet worden. Ja, mooi. Want jij noemde al van dat moet wel ondersteund worden. Wat denk je dan dat, als je aan de toekomst bent, denkt, hoe kan dat beter ondersteund worden dan? Ja, dat kan op verschillende manieren. Het is natuurlijk vrij voor de hand liggend om aan geld te denken, maar het gaat lang niet altijd over geld. Het gaat ook over regelgeving en soms minder regelgeving, flexibele regels. En ondersteuning in bijvoorbeeld denkkracht. Soms zijn overheden best wel ontoegankelijk, zeker als het over multidisciplinaire projecten gaat. Als je dan ook kunt zorgen dat er iemand is die met jou meeloopt en voor jou deuren opent die voor jou als bewoner misschien niet zo snel opengaan, dan helpt dat. Ik heb ook lang in Utrecht gewoond en daar was op een gegeven moment een stadsmakelaar gekomen en die was niet met huizen bezig, maar die was bezig om mensen op verschillende plekken in de gemeente aan elkaar te verbinden. Ja. Zeg maar. En ook burgers met die mensen te verbinden. Ja, dankjewel Saar. Dat is heel inspirerend. Jan, jij zat al te knikken, maar ik denk ook meteen bij die ondersteuning. Hoe kun je dit mentale crowdfunding nou ondersteunen? Als provincie bijvoorbeeld?
dat zou kunnen. Even terug op het initiatief in de haven, in Almere Haven. Dat komt uit Vernieuwend Wonen, een programmalijn binnen gemeente Almere en de provincie. En dat wordt ondersteund. Alleen waar je dan weer tegenaan loopt, zijn allerlei vormen van regelgeving. Of de grondprijs, omdat het grondbedrijf is toch een andere entiteit binnen de gemeente Almere dan waar het Vernieuwend Wonen vandaan komt. En die zeggen, dit kost een vierkante meter. Dan is het initiatief vervolgens weer niet te betalen. En dan loopt het weer vast en dan moet je weer verder gaan. We zijn al jaren bezig om dat van de grond te krijgen. En je loopt ook als overheid, loop je binnen de overheid weer tegen regelgeving aan. Dus dat is toch wat boeiende met die regels? Hoe komen we dan van die regels af in 2050? Nou ja, even plat gezegd, dat weet ik niet. Trappen. Want het boeiende is, al 20 jaar lang roepen kabinetten, van welke kleur dan ook, we gaan naar minder regels. En het resultaat is alleen maar meer regelgeving. Op alle gemeentes zeggen we gaan minder regels en er komen meer regels. En het duurt steeds langer, hoor ik. En het duurt steeds langer. Ja, en, wat kunnen we daar nou een doorbraak forceren in 2050? Ja, heel rigoureus eigenlijk een aantal dingen afschaffen. En zeggen een paar, wat ik zei, een paar hoofdlijnen vastleggen en daarbinnen een stuk vrijheid geven. Ja. Is best moeilijk. Want ik zal een ander voorbeeld geven waar je tegen minder regels aanloopt, wat vervolgens weer vastloopt. Dat is ook in Almere, Oosterwold. Daarvan is gezegd dat is een wijk waar bewoners zelf mogen ontwikkelen. Die kopen een stuk grond tegen een goedkopere prijs dan normaal. Maar ze moeten alles zelf doen. De kavelwegen aanleggen, hun eigen afvalzuivering organiseren, et cetera, et cetera. En stadslandbouw, 20% mag rood zijn, dat is bebouwd. Mm-hmm. En 80% moet groen zijn, stadslandbouw. Wat gebeurt er? Iedereen, dat is typisch Nederlands natuurlijk, misschien ben ik zelf ook wel zo. Oh, ik heb zo'n kavel, dan zet ik er om te beginnen een hekje omheen, dat is mijn kavel. Vervolgens gaan we ruzieën met de buren over hoe de kavelweg moet zijn. We hebben allemaal een riolering aangeschaft, een IBA, dat is het rioleringssysteem voor je eigen huis. Die werken niet. Vervolgens klaagt één bewoner, die klaagt de gemeente aan. De gemeente hangt nu voor 60 miljoen vast aan rioleringskosten. Terwijl ze de grond goedkoop hebben gekregen. De regelgeving eist zorgplicht van de gemeente Almere. Die had het afgekocht in de tijd van Duivenstein door de grond goedkoop te doen. Het werkt blijkbaar niet goed. En ze spreken de gemeente aan. Ze winnen en de gemeente draait op van de ellende. Ja. Terwijl de bewoners... Dus zou mevrouw... Dat zijn allemaal... Ik wou jou net aan het woord luisteren. Ja, het is natuurlijk... Stefan. We zitten hier ook op te prikkelen. Laat even Stefan aan het woord. Ik hoorde in de vorige tafel, hè, we moeten innoveren en we moeten proberen dingen anders te doen. Dan kan het dus ook soms zijn dat je een weg inslaat wat niet de juiste is. Dus dat is misschien gebeurd in Almere. Dat is alleen maar goed, want dan hoeft Hengelo of Enschede of Zwifterband of Dronten zich niet meer aan diezelfde steen te stoten. Dus het is niet zo dat dat voor niks is, want volgens mij leren we nog altijd het meest van onze fouten in plaats van wat we allemaal maar vanzelf goed doen. Precies, dus, maar dan is het ook belangrijk om wel te zeggen van oké, wat kunnen we hier nu in het vervolg beter aan doen? En wat je bij heel veel pilots ook ziet, is dat ze dan zeggen van oké, dit ging niet zo goed, laten we dat maar niet meer doen. En weer terug naar het oude gaan. Dus wat kun je nou doen om daar om van die pilots voorbij te leren? Door hun te betrekken, en door die achter jou zitten. Nee, maar dat is echt zo. Hè? Nee, maar dat is. Wij zitten hier allemaal, hè? Allemaal oude mannen, één jonge vrouw, twee jonge vrouwen aan tafel. Die hele zaal, die zit. Er zijn twee dames hier van onder de 20, denk ik. Daar ga ik even vanuit. En dat vind ik ontzettend jammer. Hè? Ik had gehoopt dat ik aan een tafel zou komen te zitten. Met nog meer jonge mensen. Dat daar jonge mensen in ieder geval aan. En nog meer vrouwen. Ja. Nee, maar dat daar jonge mensen, meer diversiteit. Ja. Want het wordt weer vanuit één oogpunt bekeken. En daar moeten we heel erg mee oppassen. Hoe ernstig wij ook denken dat we het wel heel erg goed weten en bekijken. Ja. Laten we nog wat... Dus ik wil graag mijn plek inwisselen, hoor. Ja, jullie, oké. Ik ga ze zo nog meer wat vragen. Eerst even nog wat blaadjes. Door pionieren... Lees ik dat goed? Doorpionieren? Ook weer zo'n neologisme bij. Eigenlijk sluit hij wel aan op het gesprek waar we net over hadden. Kijk, Flevoland is fantastisch mooi in de zin dat we hier laten zien dat een land maakbaar is. Dus het is uit niets ontstaan. Ja, daar zijn Flevolanders goed in. Dat is als het ware een hele grote pilot. Een enorm...
pionieren. En dat moeten we vooral door blijven doen. Door die pilots mogelijk te maken. En door inderdaad van te leren. Ja. En dan de volgende stap te zetten. En niet die stap terug. Maar dat betekent ook dat je overal steeds ruimte maakt om die pilots te doen. Ja. En om die te blijven doen. Ja. En ook pilots als Oosterwold, ze mogen mega mislukken. En daar moet je misschien de volgende keer van leren dat je daar een voorziening voor treft. Maar je moet er wel mee doorgaan. Ja, dus niet doorgaan, niet terug gaan opvallen op het oude, maar juist ervan leren. En weer een experiment doorontwikkelen, ja. Dat is het woord. Een heel interessante. Alle huizen zelfvoorzienend een organisme maken. Ieder huis een batterij. Ieder huis is een batterij. Voor grondstof en een natuurlijk alternatief. Motivatie is subsidie. Ontzorg me, zie ik hier staan. Het is een heel mooi, bijna infographic noemen ze dit. Lokale energieinitiatieven stimuleren. Angst voor economisch verlies bij burger weghalen. Vertrouwen winnen. Ook heel mooi. Wij en zij veranderen in wij, de bewoner, overheid, ondernemers, die dragen bij naar vermogen. Ik zit even te zoeken welke nou het vernieuwendst is. Waar moeten we het nog over hebben? Wat hebben jullie gehoord? Via stages en leerwerkplaatsen, VMBO, MBO, HBO, huizen van de toekomst bouwen en ombouwen. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Dus laten we die persoon eens aan het woord laten. Hoe doen we dat? Hoe betrekken we het onderwijs erbij? Wie heeft daarover nagedacht? Wie heeft daar een idee over? Wie heeft dit opgeschreven? Kijk, ik zie daar handen. En er komt een microfoon naar je toe. En hopelijk ook een lichtje. En misschien kun je gaan staan, want dan kunnen we je allemaal zien. Wie wil daar wat over zeggen, hoe je dat doet? Via stages en leerwerkplaatsen, huizen van de toekomst bouwen en ombouwen. Ja, zou u zich willen voorstellen? Ja, Hillebrand Koning, provincie Flevoland. Als je op een andere manier moet leren bouwen richting 2050... dus houtbouw, biobased bouwen, circulair bouwen... En dan moet je ook ophouden met de manier van bouwen zoals we die de afgelopen 100 jaar hebben gedaan. Dus we stoppen met staal, we stoppen met cement, we stoppen met stenen. Mm-hmm. En je moet dus eigenlijk die hele bouwsector moet je opnieuw gaan herscholen of opnieuw gaan opleiden. Oh ja. En dat begint uiteindelijk gewoon met mensen die het doen. Dus dat begint bij VMBO, bij MBO, bij HBO. Dat begint bij het lectoraat waar jij werkt. We moeten, en het is volgens mij ook een geweldige kans voor een provincie als Flevoland, die zoveel woningen bouwt, om te zeggen dat herscholen, dat gaan wij ook in Flevoland organiseren, die nieuwe opleidingen. Ja, ik hoor hier aan tafel instemmend geknik. Ik hoor en zie dat mensen het met je eens zijn. Daar kan toch niemand op tegen zijn, op onderwijs. Vernieuwen. Nou, nog sterker dan dat. Het is een van de grootste bottlenecks voor al die transities waar we het over hebben. Is een tekort aan geschoold personeel. En dus het is niet... Dat is een kwantiteitsdiscussie, ja. Nou nee, dat gaat net zo goed over hele andere skills. Oké. Dus de inrichting van de curricula, dat geldt zeker ook met name voor de mbo's. Maar ook hbo en universiteit. Daar moet heel veel geschakeld worden. Heel veel in geïnvesteerd worden. Ja. En ook omgebogen. Dus je weet nu al, heel veel dingen van die transities zijn zeker, dat er ook type banen zijn die gaan afnemen qua volume of verdwijnen. En heel veel skills die nodig zijn, die zijn in kaart. Dus dat het onderwijs in staat moet zijn om daar de capaciteit voor op te bouwen, dat is nu heel belangrijk. En ook daar kijk je weer naar een stuk Haagse regelgeving. Als je kijkt hoe het onderwijs gefinancierd is op basis van afgestudeerde studentenaantallen, dat is geen incentive om die veranderingen snel door te voeren. Maar dus en zijn er überhaupt genoeg jongeren dan om dat onderwijs te doen? Nee. Dat is dus het grote probleem. Ik zat toevallig vanochtend, en dat is echt toevallig, met Bouwend Nederland om de tafel. En dat was van, gemiddeld zitten er 7 leerlingen nog in een klas, mbo, om op te kunnen leren bouwen. Daar gaan er 3 die de opleiding voltooien en 4 van die 7 die zijn al vertrokken.
En die gaan wat anders doen. Die gaan wat anders doen. Die hebben anders, die zeggen, dit bevalt niet. En die willen toch iets heel anders gaan doen. Hij zegt, we hebben gewoon een enorm tekort, krijgen we de komende 10, 20 jaar in arbeidskrachten, gewoon voor de bouw. Dus je moet naar andere vormen toe. Nou ja, je ziet ook industriële bouw. Dat is niet automatisch biobased bouwen. Maar je ziet gewoon dat ondernemingen, grote projectontwikkelaars of bouwbedrijven, die spelen daarop in en die gaan industrieel bouwen. Want ze kunnen geen arbeidskrachten meer krijgen. Dat is best een heel groot probleem. Dan kunnen we nog zoveel mooie leerlijnen maken. Ik ben het mee eens met Hillebrand, dat moeten we vooral doen. Ja. Maar daarmee los je niet automatisch tekort aan leerlingen. Dat is ook helemaal niet wat ik zeg, want de leerlijnen gaan dus ook over mensen die die automatisering kunnen dragen. En dat zijn dingen die al lang vast liggen. Yeah. En daar moet je dus de curricula op richten. Dus dat gaat niet over dat er een verkeerd ding wordt gezegd. Dat gaat erom dat we die dingen al lang in kaart hebben. Maar wat we niet in kaart hebben, is wat dat vraagt voor het onderwijssysteem om daarin te kunnen investeren. Hoe die dingen zijn al lang in kaart. Maar hoe krijgen we ze binnen, die leerlingen? En een ander ding is dat diezelfde jongeren die nu geen hypotheek kunnen betalen, studieschulden hebben en dergelijke, die moeten gewoon een goed salaris kunnen verdienen in de beroepen die cruciaal zijn. Mm-hmm. En daar zijn de werkgevers aan zet. Want op het moment dat die werknemers uit Oost-Europa blijven aantrekken tegen lage salarissen, zeggen die jongeren van bekijk het maar. En hebben ze groot gelijk in. Right. Right. Nu zitten we praten over de jongeren, maar ze zitten gewoon achter ons. En hallo jongeren. Ja. jullie vinden hier vast ook wat van. Jullie hebben ook een vraag, dat weet ik. Maar ik weet niet zeker of die hierover gaat. Maar... wat vinden jullie van het onderwijs? Is dat, sluit dat aan op 2050? Heb je daar, kun je daar iets over zeggen misschien? Ja, ik sluit niet echt heel erg aan op de vragen die wij hebben bedacht. Maar ik vind zeker dat het onderwijs dat het meer verbreed kan worden door middel van bijvoorbeeld projecten. Wij doen op het HBO, toevallig op Windesheim, ook best wel veel projecten die aansluiten op onze vakken. Maar ik vind dat ze ook kunnen aansluiten op de actualiteiten. Dus bijvoorbeeld woningbouw. Ja. Ja. Ja, mooi om het aantrekkelijker te maken. Ja. Nou, jullie vraag. Daar is het ook nu tijd voor. Nu ik je toch aan de lijn heb. Ja, we hadden toevallig net een andere vraag. Maar die is helaas al een soort van beantwoord. Dus we hebben heel snel een vraag in elkaar gezet. Hopelijk is die ook duidelijk. De vraag is, hoe betrekken we de jongere generatie bij het meedenken over beleid en regelgeving omtrent het creëren van nieuwe, maar ook duurzame capaciteit en vormen van bouw? Kijk, een hele mooie vraag. Nou, Paul, heb jij daar in jouw lijvige essay of jouw rapport, heb jij daar iets over onderwijs in gezegd toevallig? En hoe je jongeren betrekt. Zeker wel, maar misschien ook even de focus op Flevoland. Want het is wel een heel terecht punt. Hè? Dus die focus op de belang van het onderwijs in die verandering is denk ik heel erg belangrijk. Maar Flevoland heeft dan ook nog een unieke kwaliteit dat ze ervoor staan. Dat ze pionieren, hè? Door pionieren werd ook gezegd. Dat is een mooi woord, denk ik. Doorgaan met het vernieuwen. Ja. En volgens mij is Flevoland in die zin dus echt een heel aantrekkelijke plek om het onderwijs en de toepassing van het onderwijs met elkaar te verbinden. Dat kan hier gewoon als je die lat maar lekker hoog legt. Als het voor die jongeren ook aantrekkelijk wordt, dat hier echt iets nieuws gebeurt. Dat hier echt iets wordt uitgevonden wat ze ook kunnen zien groeien, wat ze kunnen zien bouwen, hè, waar ze onderdeel van zijn. Mm-hmm. En dat is echt anders dan in heel veel andere delen van Nederland. Nou, ligt Flevoland ook nog eens behoorlijk centraal in Nederland. Dus het kan ook laten zien wat dat voor heel Nederland kan betekenen. En al die jongeren kunnen ook makkelijk naar hier toe komen. Dus ik zou zeggen, dat is echt een behoorlijk fundamenteel punt. Natuurlijk gingen de vragen over de regelgeving. Hè, dus dat is dan altijd een tweede. Maar volgens mij juist door het te doen, door het te ervaren, daarvan leer je en dan weet je ook wat er nodig is om in die regelgeving dingen echt anders te doen. Dus ik zou zeggen, probeer nou te zorgen dat je dat pionieren hier vasthoudt, dat experimenteren, die ruimte daarvoor, daarvan leren, hè, ook die fouten te maken en daarvan te leren en daarin dat onderwijs van hoog tot laat, overigens denk ik ook heel belangrijk, dus echt vanuit het universitaire naar die HBO, naar dat MBO, naar die toepassing, om dat hier in die toepassing met elkaar te verbinden. Ja.
Saar, heb jij nog ideeën? Want jij brengt ook op met kunst en creatieve manieren... betrek jij mensen bij de fysieke leefomgeving. Is er ook een manier om jongeren daar beter bij te betrekken? Jazeker. Ik doe af en toe ook plekken op het gebied van placemaking. Ik weet niet of iedereen weet wat dat is. Maar eigenlijk kijk je dan met mensen die dagelijks gebruik maken van plekken. Bewoners, voorbijgangers, ondernemers. Hoe je een bepaalde plek beter kan maken. En dat kan je, dat is eigenlijk participatief onderzoek. En op basis daarvan ga je bedenken wat voor nieuwe innovaties je zou kunnen doen. Om een plek veiliger, prettiger, et cetera te maken. Dat kan je natuurlijk ook breder doen. Dat hoeft niet per se over een plek te gaan. Dan is het misschien geen placemaking meer, maar iets anders. En jongeren betrekken of kinderen betrekken. Een collega van mij die werkt heel veel met kinderen van 4 tot 6 in dit geval. Je krijgt echt een ander perspectief. Ja. En die perspectieven openen ook voor ons als volwassenen weer onze ogen. En laten nieuwe mogelijkheden zien. En dat geldt denk ik ook voor jongeren. Ja. En vanuit het lectoraat, dat is niet altijd vanzelfsprekend. Maar hebben wij bijvoorbeeld ook een minor urban innovation. En er is ook nog een minor duurzame innovatie. En die mensen, het zijn vooral jongens nog. Maar kom ook naar de minor. Ik mag geen reclame maken. Maar daar werken ze eigenlijk voornamelijk in field labs. Dus ze werken echt in de wijken van Almere in dit geval. En we willen ook wel graag in Lelystad gaan werken. Om daar met vraagstukken aan de slag te gaan. Dus ook echt de mensen die het straks moeten gaan doen. Ja. Nu al in die werkpraktijk neer te zetten. En nieuwe oplossingen te laten meebedenken. Ja, mooi dat het in de praktijk al gebeurt. Jan, ik wil jou even, want we zijn al op de nul, maar ik wil jou even een soort van, als enige provinciale vertegenwoordiger hier aan tafel, even een soort reflectiemoment geven van hoe kijk jij nou op deze discussie? Waar staan we nu en wat moeten we nou nog meer durven doen volgens jou? Oei, daar heb ik me natuurlijk helemaal niet op voorbereid. Nou, ik zal het een voorzetje geven. Nee, dat hoeft niet hoor. Want dan ga je me sturen. De discussie was heel boeiend. En ik merk, we staan aan het begin van die grote verandering. En er kan heel veel. Daar zullen we de jeugd bij moeten betrekken. We zijn inderdaad die pioniersprovincie die kan doorontwikkelen op vele terreinen. Moeten we vooral gaan doen. Regelgeving is een probleem. Daar moeten we echt aan werken. Maar daar hebben we echt veel landelijke overheid voor nodig. We lopen bijvoorbeeld, dat moet jij ook weten, in het kader van de energietransitie. Lopen tegen een aantal regels aan. We hebben het nu over zelfvoorzienende huizen. Hè? En in de buurt gaan we met elkaar een straat energie-neutraal maken of wat dan ook. En dan ga ik energie aan de buren geven. Nou, dat kan dus niet, want de regelgeving houdt dat tegen. Ja. Dat soort dingen, dat moeten we echt gaan veranderen. Want dan wordt het aantrekkelijk voor mensen. Want dan kan ik aan mijn buurman energie leveren. En dat doe ik dan goedkoper dan Alliander. Via de Alliander-tarieven wordt het voor jou aantrekkelijk, wordt het voor mij aantrekkelijk. Zo kan je een heleboel dingen onder gaan creëren. Maar dan de basis is regelgeving veranderen. Het andere is pioniersmentaliteit. En zorgen dat je de opleidingen, dat je de jeugd erbij betrekt. En dan kan je heel veel bereiken met elkaar. Dus de geest is er. Dit is ook heel leuk om dit te doen. Maar we moeten wel leren out of the box denken. En dat is lastig, zeker voor grijze mannen die hier allemaal zitten. Dus we hebben gelukkig ook nog hele jonge jeugd erbij zitten. Maar dat is wel veel te weinig. Ja, nou wie weet een volgende bijeenkomst met nog veel meer jongeren erbij. Laten we dit vooral voortzetten. Wij zijn hier aan het eind van dit tafelgesprek gekomen. En het is bijna tijd om deze hele avond feestelijk af te sluiten met een borrel. En ik hoop dat we nog niet uitgepraat zijn. Ik wil jullie allemaal hier aan tafel ten eerste heel hartelijk bedanken voor jullie inbreng. En jullie allemaal in de zaal dank voor het meedenken over de toekomst van Flevoland. En ik wil graag de burgemeester van de gemeente Dronten de eer geven om het slotwoord te verzorgen van deze avond. Dus geef hem nog één keer een hartelijk applaus. Jean-Paul Gebhem.
Ja, dames en heren, mooi dat je zo'n applaus krijgt voordat je dan wel iets gezegd hebt. Dat is bij, vind ik bij dirigent ook altijd zo. Dan denk ik, dat zouden ze bij burgemeester moeten ook moeten doen. Bij zo'n aanvang van een raadsvergadering alvast applaudisseren. dromen durven doen, dat was de opdracht van vanavond. Dat is het ondertitel onder Flevoland 2050. Dank natuurlijk, ook van mijn kant, aan alle sprekers, de wetenschappers, de sprekers aan tafel, maar vooral natuurlijk ook de mensen in de zaal, want u moet het natuurlijk allemaal gaan doen. En ik heb u beloofd, toen ik af mocht trappen, dat over die 30 jaar, als 2050 is, dat we dan zeggen, ja, deze mensen, die waren erbij. Als je mag afsluiten, dan loop je het risico dat je denkt, ik moet een samenvatting gaan geven. Nou, dat is natuurlijk schier onmogelijk met 4 wetenschappers, 8 sprekers en een voltallig publiek. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel een kritische noot plaatsen, toch? Daar ben ik eigenwijs genoeg voor. Daar kan je overigens heel goed burgemeester mee worden. Want ik heb toch wel vanavond veel gehoord dat er problemen van nu opgelost gaan worden met de oplossingen van vandaag, met het denken van vandaag. Sterker nog, ik heb u de problemen van de toekomst toch een beetje horen aanvliegen vanuit de techniek, de kennis, het denken van vandaag. Uitzonderingen daar gelaten. Ik heb gehoord dat de regels drastisch naar beneden moeten worden. We zijn natuurlijk knettergek geworden in het land. Ik mag u opnemen, ik zeg het nog een keer. Knettergek geworden in het land dat we 7 jaar doen om windmolens te plaatsen, terwijl we de energietransitie torenhoog op de agenda hebben staan. Hoe dan? Hoe dan? Misschien dat iemand in Den Haag dit hoort als ik het heel hard roep. En natuurlijk de andere wat ik hoorde, doorpionieren van een toch wel een wat oudere heer die volgens mij een heel belangrijk item aan tipte. Doorpionieren. Daar zijn we heel erg goed in Flevoland. En als laatste natuurlijk innoveren, innoveren, innoveren. En als ik dat zeg, dan ga ik ook even oude man zijn, bijna. Want ik ging in 1985 studeren. Ik was toen 21 jaar. En ik las het boek The Road Ahead van Bill Gates. En ik heb het nog steeds. Wie, heel misschien iemand het ook gelezen? Ja, wie is dat? Oké, kom even bij je straks. The Road Ahead, 1985. Als je verbinding wilde maken met het internet, dan ging dat nog als volgt. Wie weet dat? Wie kent dat geluid? Dan ben je oud. Dank u wel. Dan ben je op leeftijd, want er was nog niet eens ISDN. Maar in dat boek, The Road Ahead, ik las dat. En daar stonden dingen in als, over een aantal jaren dan loop je door de stad en dan pak je je telefoon. Mind you, hè, telefoon was toen nog een apparaat wat met een snoer aan de muur vast zat. Maar je gaat met je telefoon op je stad in en dan wil je ergens wat eten, zoek je op je telefoon. Je kijkt even welke film het draadje koopt, een kaartje en je telefoon wijst je de weg. En ik dacht, die Gates is knettergek. Hoe dan? 5 jaar later lees ik het boek weer. Dat is niet waar. 8 jaar later lees ik het boek weer. En toen had ik al, moet ik wel zeggen, vrij rudimentair, maar toch wel een telefoontje wat mij de weg wees. En zo snel kan het gaan. Benz, die de auto uitgevonden heeft, was een visionair. Alexander Graham Bell wilde een lamp uitvinden. Bill Gates, toen hij in 1985 dat boek schreef, het lag nog niet in de winkel. Het lag nog niet in de winkel toen hij zich realiseerde dat internet de kritische massa had bereikt. En de volgende dag, het is geschiedenis, ik bedenk het niet. Ik wou dat ik het bedacht had trouwens. De volgende dag geeft hij opdracht aan zijn bedrijf, Microsoft, om een internet-based company te worden. Nogmaals, het is nog steeds in de tijdperk van hij was dus een visionair. Dus wat ik u wil oproepen, is dat we de vraagstukken van morgen, van over 20, 30 jaar, moeten we niet oplossen met de technieken van nu, maar moeten we gaan innoveren. Ik juich het verhaal toe van Jan die zegt, laten we nou denken in termen van kernfusie. Elke provincie heeft straks een kernfusieapparaat. Dan is energie, kost niks meer. Kost niks meer. Dat is durven dromen. Dat is een Kennedy die zegt, we choose to go to the moon, not because it's easy, but because it's hard. En dat roep ik u allen op. En ik hoop dat de resultante van vanavond is dat dromen durven doen, hier met elkaar, dat een gemeenschap oplevert van toekomstdenkers. Dat we met elkaar vaker in deze setting zitten. Overigens, groot compliment aan de setting, dat is erg mooi gedaan. Maar dat we in een soortgelijke setting met elkaar zitten en te dromen, te durven en te gaan doen. Hoe gaan wij een hele mooie toekomst bouwen in Nederland en in Flevoland? Dank u wel.